Het is volgens mij... Nou, het is zo lang geleden dat ik met deze lens heb gefilmd. Maar dit beeld is zo goed. Mijn geluid wordt hier opgenomen. Het is gewoon weer tijd voor een ouderwetse mukbang. Zo fantastisch. Want als je me kent, dan ken je mijn bubbel tea obsessie. En nu heb ik dus van Bubbel B. Die zitten in Den Haag-Ypenburg. Maar ze bezorgen dus ook in Zoetermeer onder andere. En zij bij mij... Poesie niet herrie gaan maken en likken aan alles. Ik heb gehoord dat dat blijkbaar een ziekte is. Als je kat aan alles likt. Het heet Pika. Kom dan maar schattig in beeld liggen. Kom dan maar in beeld schattig doen. Leuk, hè? Nee? Ze hebben mij nu als samenwerking, niet een betaalde samenwerking, maar ik heb dit gekregen. 10 bubble teas opgestuurd en nog wat lekkere snacks. Het is echt zo'n goals bubble tea zaak. Ik zag die bubble teas, ik dacht, ik wil dit in mijn leven. En kan ik daar een mukbang over maken? Ik ben mega excited. Ik ga even bekijken wat er allemaal in zit. Dit is het eerste wat ik zie. Oh mijn god. Bubble waffle. Ik heb dit nog nooit in mijn leven gegeten. Dit is dan het eten. En dan heb ik nog een Cinnabon. En ze heeft al gezegd dat ik eventjes het in magnetron of oven moet doen. Dus dat ga ik zo doen. Het ziet er ook zo cute uit. Oeh, lekker. Als je mijn vlogs kijkt, dan weet je dat ik helemaal op de gezonde tour ben. Dus dit is mega cheat day en des te lekkerder. En dan nu dus de 10 bubble teas. Het is geweldig, want het zit helemaal dicht. Dus hier kan helemaal niks mis mee gaan. En het is voor mij dus een beetje een verrassing wat het allemaal is. Ik zei van deze vind ik allemaal heel leuk, maar ik laat me een beetje verrassen. Zodat ik ook een beetje kan proeven en raden. Ik vermoed dat dit de coconut taro is met tapioca. Oh my gouda. Ah, het zit ook helemaal in zo'n mooie houder. Oeh, ik weet niet wat deze is. Ik denk dat zij deze voor mij heeft uitgekozen. Dit is iets fruitigs met een, niet een popping, niet een tapioca, maar een... jelly erin zo te zien. Allemaal rietjes. Ja, mijn obsessie hiermee. Ik ben ook echt benieuwd of jullie hiervan houden. Want zoveel mensen houden niet van bubble tea. En ik snap het als je zo'n structuurpersoon bent dat je er niet van houdt. Maar ik vind het geweldig. Wat is dit? Dit is bijna een soort cocktail met jelly. Zou dit een watermeloen zijn? En munt en een schijfje citroen. Ik vind de naam Bubble B ook zo leuk. Ik heb gebeld ook met deze vrouw. Zo'n leuke vrouw. Ze zei ook van het gaat super goed. En we willen ook gaan uitbreiden. En ik heb ook eventjes het linkje naar een website en een Instagram in de beschrijving. Eigenlijk is dat echt zo'n gesponsorde content dingetje in YouTube wereld. Maar ik heb iets van ja, ik vind het heel leuk. Zij is een ondernemer. Ik ben ook heb ook een eigen zaak gehad. Ik weet hoe het is. Dus let's support each other. Wat staat hier? Sendol? Geen idee wat deze is. Gouda. Ik ga even alles zo neerzetten en dan zal ik het straks even weghalen voor mijn hoofd. Ook echt niet ik die zegt, ja, 10 bubble teas is wel leuk. Vet veel. Weer een bubble tea met jelly. Ze hebben daar trouwens ook allemaal koffiedrankjes, maar ook allemaal bubble teas zonder bubbels, zeg maar. Ik weet niet hoe je die noemt. Ze hebben ook een bubbelicious drankje bijvoorbeeld. Als het goed is, krijg ik die ook. Oh, wat is dit? Dit is een soort van romige met ook een jelly. Ik had aangegeven dat mijn favoriete jellies zijn. Dat vind ik echt het allerlekkerst. Deze. Oh, dit is wel heel veel. Oh my god, dit ziet er geweldig uit. Ik vermoed dat dit misschien die macaron is. Hoe goals? Het heeft, ik moet het echt goed laten zien. Zien jullie dit? Het heeft helemaal een roze shimmer langs de rand. Echt, hoe doen ze dit? Een soort van drip. Met ook, wauw, hij glittert helemaal en er zit rode jelly in. Dit is ook eentje die ik heel graag wilde. Ik herken hem meteen. Deze heet Vanilla Sky. En het klonk heerlijk. Met tapioca. Ik ben gek op tapioca. Hoe kan ik zoveel bubble tea hebben in mijn leven? Dit is denk ik iets tropisch. Misschien is dit wel een pina colada-achtige. Beetje geel-romig kleurtje met ook weer dit. Maar je kan dus eigenlijk zelf kiezen. Zeg maar, ga je voor een standaard bubble tea? Ga je hem zelf maken? Maar ook bij een standaard kan je zelf weer kiezen wat voor topping je erin wil. En ik zei dus dat ik echt gek ben op jelly. Popping is zeg maar heel zoet. En ik ben niet zo'n enorme zoete kou. Dus ze hebben ook iets minder zoet gemaakt. Dat kan je ook aangeven. Super chill. En het wordt dus gewoon geleverd in dit. Ja, ik weet dat ik heel veel volgers in Zoetermeer heb. Dus daarom vond ik het ook wel heel leuk. Want ze bezorgen in Zoetermeer. En dit is ook eentje die ik heel graag wilde. Dit is zo te zien de bubblegum, denk ik. Maar hoe goals ziet dit er allemaal uit? Niet te doen. Ik moet nu even een thumbnail gaan maken. Hoe ga ik een thumbnail maken? Dit is geweldig. Dit is toch, dan denk ik, hè, je hebt zoveel influencers die zeggen van ja, je moet alleen maar reclame maken als je er geld voor krijgt. Maar denk ik, dit is toch zeg maar je droom gewoon om gratis bubbeltjes te krijgen. Dit is toch fantastisch. Vind ik dat eigenlijk belangrijker. Dit maakt me zo blij. Ik heb nog niet eens vragen beantwoord of geproefd. En ik ben nu volgens mij al 10 minuten aan het filmen. Jongens. Oh my god. Oké, deze thumbnail moet leuk worden. Ja, ik denk dat ik eerst wil eten eigenlijk. Het lijkt wel een soort wetenschappelijk experiment met al die kleurtjes. Ik
Oké, ik doe deze dus heel eventjes in de oven. Ik kom dus net uit de sportschool. Ik heb me natuurlijk wel even klaargemaakt. En daarvoor heb ik heel gezond lekker een avocado met een eitje genomen. Dus niet zoveel gegeten nog vandaag. Ik weet dat het niet echt het beste is wat je kan doen. Maar ik dacht, er komen straks 10 bubbelties en een bubbelwafel. Dus ik wil echt mijn trek bewaren voor dit. We gaan eerst even de bubbelwafel proeven. Hebben jullie wel eens een bubbelwafel geproefd? Ik word dus over 2 dagen ongesteld. Maar zo'n bubbelwafel kan ik echt heel erg waarderen als ik dus ongesteld moet worden. Oh. Dit is niet normaal. Oké. De dochter van mijn vriend die is er dus ook vandaag. Die komt straks. Dus ik dacht, het is de perfecte dag om deze mukbang te doen. Want als zij dit allemaal ziet, wordt ze gek. Oké, ik proef eerst even een stukje wafel met een beetje Oreo. Ik heb gezegd dat ik dus een mukbang Q&A ga doen. Maar kan eigenlijk helemaal niet, want ik zit gewoon alleen maar hierover te praten. Dus dat heeft helemaal geen zin. Witte chocola. Dit is niet normaal. Een soort van siroop. Oh. Als je dit gewoon op tijd bezorgd kan bestellen. Ik vind het heel lekker. Het is denk ik een soort van Bueno siroop. Want ik heb nog niet eens Kinder Bueno gehad. En dat smaakt er nu al naar. Kijk, ik heb hier dus ook gewoon een stuk Kinder Bueno. Wat is het lekker? Die wafel smaakt... Ik weet vrijwel zeker dat ze dit vers maken. Dit smaakt heerlijk. Mm. Ik hou heel erg van Kinder Bueno. Ik hou niet zoveel van chocola. Als ik toen heb en niet, is het Kinder Bueno. Dus het is geweldig. Echt wel lekker. Hebben jullie het dus wel eens gegeten? Laat het me even weten, want ik heb het nog nooit eerder gegeten. Bizar. Dit is echt veel lekkerder dan ik had verwacht. Die wafel alleen al smaakt zeg maar al echt heel erg lekker. Oké, ik heb roze rietjes en blauwe. En dit is een... Ah, kijk hoe leuk hier. Als je mij kent, weet je dat ik hier echt heel gevoelig voor ben. Paars rietje. Ik wil ook nog heel even een filmpje maken eigenlijk. Maar ik ben aan het opnemen, dus dat kan niet. Welke gaan we als eerst proeven? Ik denk dat ik ga beginnen met een frisse. Nee, ik ga denk oh, nou deze. Ik denk dat ik even ga beginnen met degene die ik echt... Toen ik op thuis bezorgd keek, dat ik dacht... I need this in my life. Wauw. Dit is altijd zo lekker om te doen. Maar ga ik voor een paarse? Nee, ik ga denk ik voor een blauw rietje bij deze. Oh, deze kleurtjes! Of doe ik juist een beetje color blocking? We hebben paars. Dit echt... Dit had, ik wou dat dit mijn eigen zaak was. Dit is toch goals allemaal? Kijk dit! Het is echt made for me, gewoon. Ik wil het niet eens gebruiken. Zo leuk vind ik deze rietjes eigenlijk. Ik wil ze gewoon bewaren. Oh, dit is zo leuk. Ik ga voor een paars rietje bij deze. Oké. Woe, dat ging heel makkelijk. De vorige keer ging dat super moeilijk. Oh. Oh my god. Laat me even weten nu, dat vind ik echt heel leuk als jullie dat doen. Naar welke zijn jullie nou het meest benieuwd op dit moment? Welke zou je nu als eerst willen proeven? Welke vind je er het lekkers uitzien? Laat het me echt even weten. Ik ben zo benieuwd. Oh mijn god. Wat is dit? Volgens mij zit hier brown sugar in of zo. Dit smaakt zo lekker. Mm. De tapioca vind ik zo goddelijk. Dit smaakt echt naar de naam. Vanilla Sky. Ik wil eigenlijk wel heel even erbij pakken wat dit allemaal is. Ik ga toch even hun... site erbij pakken om even te kijken welke ik allemaal heb. Want ik vind het wel heel leuk om ook te weten welke naam het is. Deze weet ik toevallig. En welke smaak het dus is. Ja, Vanilla Sky. Dit is blauwe vanillemelk thee. En tapioca. Dus ik weet niet hoe ze dat blauw maken. Misschien is het wel gewoon een geheim. Want het is echt goddelijk. Oh, ik moet natuurlijk niet te veel drinken. Want ik moet er nog 9 proeven. Deze. Weet je wat ik heel chill vind? Ik was bang dat hij echt heel romig zou zijn. Dat je misselijk wordt. Maar hij is helemaal niet zo heel dik. Het is gewoon lekker... Hele lekkere melk of zo. Ik vind deze echt heerlijk. Ik zei al tegen haar, er moeten ook echt wat bubbeltjes bij zitten die ik niet lekker vind. Maar dit heeft zij denk ik voor me uitgekozen. Dit is ook romig, maar ik ga een beetje afwisselen. Maar zal ik die ik het liefst wil voor het laatst bewaren? Denk het wel. Hiervan weet ik niet wat het is. Woehoe! Is het lychee? Lychee is mijn favoriet op aarde. Het is lychee. Mmm... Laatst had ik toch ook een lychee. Maar die was niet gekleurd. En dat vond ik echt zo jammer. Want kleur ziet er gewoon heel leuk uit. Het is mijn lievelings. Hij is ook perfect. Want soms als je zegt van ik wil niet te zoet. Dan proef je hem bijna niet meer. Dit is echt perfect. Het is gewoon lychee met thee. Nou, deze hoef ik niet eens op te zoeken. Dit is gewoon lychee groene thee. Met lychee jelly dus onderin. En dat is echt mijn fave. Ik heb dat ooit leren kennen door die Mogu Mogu drankjes. Met van dat gel erin. Maar die smaken zo chemisch en nep zoet. Dat ik niet zo lekker vind. Of die aloe vera drankjes, weet je wel. Die soort gel die daarin zit. Ik vind dat geweldig. Dus daarom heb ik ook
Bijna alleen maar met gel. Ik denk dat ik geen popping heb. Want ik zei tegen haar, ik hou niet van popping. Dus dan, ja. Terwijl heel veel mensen juist weer echt fan zijn van popping. Dit is de bubblegum. Ik ga nog even wachten. Oké, dit. Het lijkt een beetje koffieachtig. Maar ze hadden ook iets met... Ze hadden ook iets met pandan jelly. Maar ik denk niet dat ik die heb. Weet ik niet. Sandal staat hier op. Of het is iets met brown sugar. Nicole had dat toen. Ik vind het wel grappig dat de zon een beetje schijnt. Want dan zie je een beetje... Het is een beetje real, toch? De verandering van het licht. Oh my god. Mijn vader wordt gek als hij dit proeft. Deze is echt zoet. Dit is koffie. Wat is dit? Brown sugar milk tea, denk ik. Nee. Ik weet niet wat ik heb. Ze hebben dus ook bijvoorbeeld Nutella B. Oh, dit is macaron. Ja, de Nutella had ik niet gekozen. Maar als je, het is echt... Ik weet niet wat dit is. Het smaakt een beetje naar mokka-ijs, maar er zit iets anders bij. Ik weet het niet. Dit is denk ik watermelon. Ik ga wel die rietjes openmaken hoor. Ik zou het liefst nu al die rietjes bewaren. Omdat ik die gewoon zo mooi vind. Ja, dit is wel leuk. Woehoe! Hoe fancy ook. Net een cocktail. Oh. Deze is heel lekker. Wow, maar dit smaakt oprecht naar een cocktail. Dit is echt een geweldig alcoholvrij cocktailrecept. Als je dit op het terrasje kan drinken. Superleuk. Het is een hele andere vibe dan die... Dit is echt bubble tea. Ook die lychee is echt bubble tea. Maar dit is gewoon echt cocktail. Dat komt denk ik door dat citroentje en de munt. Op een zomersdag. Op het terras. Of als je daar, als ik in Den Haag zou zijn. Zou ik denk ik eerst voor deze nu gaan tot nu toe. Als je hier alcohol bij doet is het ook amazing denk ik. Heerly. De peerly. Oké, ik ga gewoon kijken wat voor rietje ik krijg. En dan ga ik kijken waar ik die in ga steken. Ik moet niet mijn cinnamon vergeten. Oh, dit vind ik ook wel heel mooi met... Zou ik toch deze al gaan proeven? Nou, ik ga even mijn cinnamon bun pakken, want die moet niet te lang in de oven. Ik heb hem even met een vork. Ik snap nu waarom zij zegt, je moet hem in de oven doen. Die frosting is helemaal warm geworden en een soort van gesuikerd. Hoe noem je dat? Gekarameliseerd. Wow. Oh, dit is de perfecte dag voor mij, want echt, ongesteldheid is coming. Hebben jullie dat ook, als je ongesteld moet worden, dat je dan heel erg craves en niet zozeer tijdens? Oh, dit is heel lekker. Ik wil echt van alles maar een heel klein beetje proeven. Maar dit is zo lekker. Ik deed het eigenlijk voor de bubble teas. Maar ik kreeg dat er ook nog bij. Ik vind dit allebei oprecht heel erg lekker. Echt heel lekker. Gewoon 10. Niks op aan te merken. Nu wil ik wel eigenlijk... Nee, ik had net al een frisse. Oké, ik ga voor die ik echt het aller benieuwd naar was. De macaron. Ze hebben heel veel bubbelwaffels ook. Ik heb dus de Kinder Bueno waffel. Hij kost €6,90. Dat vind ik echt wel heel erg meevallen voor zo'n mega grote wafel. Dit is de macaron la durée. Dat klinkt echt heel fancy. Een romige macaronmelk en een sprenkeling van roze saus. Oeh, dit is een mooi gaatje. Hoe goal ziet dit eruit? Oké, ik ga eerst nog even niet roeren. Dit smaakt... Als je naar aardbei... Milkshake. Als je van een milkshake houdt, dan is dit helemaal je ding. Ik denk dat dit voor heel veel mensen echt een favoriet is. Macaron, inderdaad, gewoon aardbeienmacaron. Een soort van zoet, maar niet snoepjes zoet. Gewoon, ja, milkshake. Aardbeien. Milkshake, maar dan niet ijs. Ja, lastig uit te leggen. En dan die jelly hoort er dus volgens mij niet in. Maar dat wou ik dus heel graag, want I love it. Dat is wel lekker hoor. En wat ik al zei, ik hou niet heel erg van zoet. Maar ik wilde toch heel graag die zoete smaakjes proeven. Ik vind het wel super chill. Ik heb nog 2 frisse. Dus ik ga nu nog even... Ik ga nu die witte nemen. Maar ik weet dus niet zeker welke dit is. Deze rietjes heb ik nog nooit bij een bubble tea zaak gezien trouwens. Dat moet je eigenlijk zo doen. Wow. Explosion. Welke zou dit zijn? Huh? Wat is dit? Ananas. Ja, dit is denk ik de pina colada. Pina colada tea. Kokosmelk met ananas jelly. Maar ook weer niet zo misselijkmakend romig, als je snapt wat ik bedoel. Gewoon lekker melkig. Hoe lang zou ik dit kunnen bewaren? Want als ik dit nu in de koelkast bewaar, kan ik gewoon hier lekker in het weekend lekker nog een rummetje bij doen. Lekker cocktailtjes maken. Heerlijk. Heerlijk. Ik vind het zo leuk, jongens, al die smaken. Hebben jullie al een duimpje omhoog gedaan, trouwens? Deze.
Wat ik wel chill vind, is dat de romige bubble teas die ik heb gehad, vond ik vaak wel heel heftig. Ook die coconut matcha die ik dan wel eens heb gehaald. Te romig. En deze zijn wat frisser of zo. Dus dat vind ik wel eigenlijk lekkerder. Niet dat je echt na een paar slokken denkt van, wow, dit is wel echt heel heftig. Snap je wat ik bedoel? Ik weet niet welke dit is. Oh, ik dacht dit is ananas, maar dit is mango. Ik had laatst toch ook een mango met mango popping erin en kokosjelly. En die was zo zoet, zo romig, dat je echt na een paar slokken denkt van, wow, alsof je echt bolle ijs zit eten. En dit is echt drinken, dus ik vind het wel heel erg goed gedaan. Heel chill. Ik vind die naam Bubble Bay zo leuk. Ook wel lekker. Ik denk dat ik het minst deze vind. Die vind ik voor mij te heftig. Maar wat ik zeg, mijn vader zou dit geweldig vinden. En verder had ik verwacht dat ik die romige smaak niet zo lekker zou vinden als ik ze vind. Ik heb ook niet... Ja, het is niet dat ik nu zeg, eentje is echt mega mijn favoriet. Ik vind ze eigenlijk allemaal heel chill. Ja, dit vond ik wel heel bijzonder, die vanille smaak. Nou, dit is wel een hele unieke smaak. Lychee is gewoon altijd mijn favoriet. Dit is wel echt fantastisch, want het een beetje anders is. Echt een cocktailtje. Dit hebben we ook nog. Ja, die bewaar ik nog even. Wat zou dit zijn? Passievrucht. Oh. Ik denk meteen aan een Pornsa Martini met dit. En toch blijven die simpelere, zeg maar, gewoon die fruittees. Toch ook wel heel lekker, hoor. Want eigenlijk die lychee... Passievrucht is ook wel heerlijk. Ik kan niet echt kiezen. Het is denk ik een beetje je mood. De ene keer heb je echt zin in milk tea. En de andere keer heb je echt zin in fruit tea. Nou, dit weet ik dat sommige mensen dus helemaal niet lekker vinden. Taro. En dat sommige mensen het geweldig vinden. En ik heb het vroeger een keer gehad. En ik zag het in een vlog. En toen vond ik het dus niet zo lekker. Maar ik kan het me bijna niet voorstellen. Want ik hou juist heel erg van dat soort gekke smaakjes en zo. Dus oké, dit rietje gaat bij die. Taro met tapioca. Daar moet je dus ook echt van houden, van tapioca. Dus ik kan me voorstellen, als je dit alleen een keer hebt gehad... en je houdt niet van die slijmerige substanties... dan denk je, ik hou niet van bubble tea. Maar dan moet je het echt een keer proberen met die jelly of met popping. Ik hou dus weer niet van popping. Oké, hier ben ik heel benieuwd naar. Kijk hoe mooi het eruit ziet. Zo pretty. Oh, dit is super lekker. Heerlijk. Maar ik weet niet, het is dus taro smaak, dus ik kan het niet plaatsen. Ook weer niet te heftig. Het is super. Als je wel eens bubble tea hebt gedronken, dan weet je denk ik wel wat ik bedoel. Of als je gewoon bij de McDonald's een milkshake haalt of zo, toch? Is best wel heavy. Yummy. Dit is de bubblegum. Hoe mooi ziet dit eruit? En ik heb dus met jelly. En op de bodem ligt een bubblegum. Er zit een bubblegum in. Dus als je hem op hebt, kan je dit eraf, of nu al, eraf halen. En dan zit er een bubbelisjes in. Hoe leuk. Dit is prik. Huh? Dit is prik. Heel even, Nicole, als je kijkt. Nicole en ik waren laatst in een vlogtocht. Toen riep ik zo, met Jim. En nu deed ik dit, het is prik. Echt een beetje hetzelfde. Ik hou heel erg van bubblegum smaak. Ik ben echt iemand die wel voor die smaak kan kiezen. Het is heel raar, want ik zeg, ik hou niet echt van zoet. Maar soms, en dit smaakt echt naar bubblegum. Maar hoe kan het dat die kleur zo mooi blijft? Die overgang. Het is een hele lichte prik met bubblegum smaak. En dus die jelly, ja, dit hoort hier volgens mij ook niet in. Maar... I love it. Ik weet niet welke ik het lekkerst vind. Ik vind het gewoon zo fantastisch allemaal. Ja, deze is voor mij te heftig. Sandel. Verder vind ik alles lekker. Had ik eigenlijk niet verwacht. Ik zei het tegen haar. Dus echt een grote kans dat ik een aantal gewoon niet zo lekker vind. Dat het niet mijn smaak is. Ja, Vanilla Sky is wel echt mijn fave. Lychee is altijd mijn fave. Watermelon is mijn fave. Als je een milkshake wil, dan is het fantastisch. Dit, als je zin hebt in zoet, fantastisch. Dit is... heerlijk. Passievrucht, ook super lekker. Pina, die vond ik ook wel heel lekker. Ook echt heerlijk. Deze vind ik allemaal heerlijk. Deze vind ik iets minder. Maar ik ben helemaal verliefd. Heerlijk. Ik ga dit nu afsluiten, want dit wordt al veel te lang. En dan kijk ik even wat ik met de Q&A doe. Bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog. Laat dus even een reactie achter van over de bubble teas dat ik heb gevraagd. Of überhaupt iets. Vergeet niet te abonneren als je nieuw was. En dan zie ik je graag bij de volgende vlog. Of op Instagram of TikTok. Oké, bye.